Ik ben gevraagd om een monument te maken daar. Ik wist gelijk hoe het worden moest. En ik heb dus die ladder gemaakt. En hij moest groot worden. Ik heb in de oorlog de eeuwige thema's leren kennen. De vergankelijkheid, de tijd, de schuld, de boete, de gewelddadigheid. Mijn hele leven wijd ik aan die thema's. Waarom een ladder? Een ladder verbindt laag met hoog, maar waarschijnlijk ook hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, belichaamt het rijkhalzen naar datgene wat hoger is dan het menselijke. De ladder als troost, als vluchtweg. Hier kwam ik altijd uit school langs en ik zag bijna elke dag zag ik of gevangenen naar het kamp lopen. Of ze kwamen terug uit het kamp, een man of 30, 40, 50. En ik zat altijd op die mensen te letten, wat voor types het waren. Of het boeren waren, of het artiesten waren, of gewone mensen, of priesters. Of... Altijd zat ik altijd naar die mensen te kijken. Nieuwsgierigheid, belangstelling. En ik had toch ook wel gevoel voor de tragiek, dat ze daarheen gingen. En wat ze allemaal nog mee moesten maken. Ik weet mensen die vlakbij het kamp woonden en die nauwelijks wisten wat er gebeurde. Terwijl ik het wel wist. En zelfs ik wist de namen van de beulen daar. Berk, de commandant van het kamp. Cotella, zijn sadistische plaatsvervanger. Wolf, het kerstmannetje. Braam, Oberle, de schaapherder. Alscher en Mai. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander, is van ieder der verdachten het complex vermisdrijven zo ernstig, dat ik meen ten volle verantwoord te zijn door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen. Ik dank u. Zo heb ik zelf persoonlijk dus van Cotella gezien dat hij een van onze toplui daar naar voren riep, op hem ging dansen op zijn buik, net zolang tot zijn ingewanden eruit kwamen. En je hoort nog het bonzend geluid van zijn hakken en zijn laarzen, terwijl hij altijd omringd was van zijn herdershonden. De eerste 2 jaar zijn het ergste geweest van het hele bestaan van het kamp. Voornamelijk omdat er hier bijzonder veel moorden gepleegd werden, mishandeld. Nou, en toen stond ik s'avonds op de appelplaats en ze stonden er al lang. En toen kwam er een Duitser binnen en die had iemand over zijn nek. Zo, over zijn rug. En die smijt hem dan neer. En was dat net die dag was er iemand ontvlucht en die had ze doodgeschoten. Ja, en als mensen gevlucht waren, dan kon je blijven staan. We hebben eens een keer gehad dat we bijna 2 dagen moesten staan, omdat er 4 Joodse mensen waren gevlucht. Die later wel gepakt zijn. Ze hebben het niet overleefd. Maar wij moesten al die tijd moesten bestaan totdat ze terecht waren. Berg was de kampcommandant. Ik heb zijn hele onderzoek gehad, van het begin tot het eind. Ik heb die man helemaal meegemaakt. Zijn hele levensgeschiedenis aangehoord en nagelopen. Hij heeft ontzettende medewerking verleend bij het opsporen van de verschillende graven. Want gezag was gezag bij Berg. Het was een fanatieke nazi. En hij geloofde dat het laatst van de oorlog in het geheime wapen van Hitler. Hij dacht nog altijd dat Duitsland de oorlog nog wel zou winnen. Tot op de laatste dag. Daar geloofde hij in. Tot natuurlijk al zijn illusies in scherven vielen. En plotseling was hij gevangene. En toen gedroeg hij zich ook als een gevangene. Correct. Toen was het zover, hij werd later veroordeeld door het bijzonder gerechtshof van Amsterdam. Ik kreeg de doodstraf. En hij vroeg tenslotte gratie aan. Toen kreeg ik een brief, een grote brief van hem. Of ik dat gratieverzoek van hem wilde steunen. Heb ik even moeilijk gehad. Heel moeilijk. Ik heb het niet gedaan. Ik heb me laf gevonden. Ik ga dat moeten doen. Ik ga dat moeten doen. Thank you.
je mocht in de tijd, ik geloof dat het 45 was, mocht je na 8 uur niet meer op straat. En die waren, misschien zeggen we nu naïef, maar ze waren na 8 uur nog op straat, die buurjongens. En ze werden opgepakt, uiteraard. En zij werkte voor de ondergrond. Ze brachten in kaart waar de Duitsers hun stellingen hadden. En toen werden ze opgepakt, betrapt door een Hollandse SS'er. En die bracht hun naar die villa daar, verderop. Niet in het kamp, maar die villa daarvoor, die je vanaf de ladder zo schuin ziet. En daar zat de SD, die... ik moet zeggen, voor zichzelf werkte. Het geld in eigen zak stak en zo. En die jongens werden daar gebracht. En één van de twee, het kan niet schelen wie, welke, dat interesseert me niet. Maar die zijn gemarteld en heeft doorgeslagen. En die andere waar ze voor werkte, hebben ze verraden. Dus aanhalingstekens verraden. Hoe lang je het uithoudt met martelen, dat kan niemand zeggen. En zijn ze meteen weggegaan en hebben ze een vader en twee zoons ook daar gefuseerd. En die twee jongens zijn daar gefuseerd. Nico Wallewijn en Rien Gorter. Mevrouw van Overheem, dat was voor mij een soort legende. Ze was van het Rode Kruis, de engel van het kamp Amersfoort. Toen kwamen we Berg aan in dat kamp. Bij Berg, de commandant. De commandant. En toen zei ik, dit en dat hebben we in Vught gezien en meegemaakt. En nu ben ik hier en nu blijf ik hier. Nou, die man die dacht, nou, die heeft ons getikt. Maar hij zei, nou, ga maar eerst een plaatsje op de grond zoeken. Nou, dat hebben we toen gedaan. Dus hij accepteerde dat, terwijl dat hij was een... accepteerde het. Maar dat was een meedoogloze man, Berg. Hoe komt het nou dat u dat accepteerde? Hij heeft het geaccepteerd. Was dat omdat u een aantrekkelijke jonge vrouw was? Of... Ik vind dat geen aardige vraag, maar hij heeft in me geloofd en ik wilde dat. Ik geloof dat dat het hele eieren eten was. Ik dacht, al schiet hij me dood, maar kan je niet weg. Maar hoe ging u met zo'n man om? Hoe benaderde u zo'n man? Heel netjes zo, Herberg, wie blijft hier? Jaren later, toen ik die film maakte, de scene van een plek, 70 jaar denk ik, 70 jaar. Toen had ik voor het eerst een gesprek met mevrouw van Overheem. En binnen een mum van tijd kwam ik over die buurjongens te spreken. En toen zei ze, wilt u die buurjongens zien? En ik dacht, waar heeft ze het over? En toen liep ze naar de kast. Daar haalde ze 2 foto's tevoorschijn, die ze bij de hand had. En dat waren 2 half vergane lijken van die 2 buurjongens. Ik kon niet meer herkennen wie was. Ik kende ze goed. Ze waren ouder dan ik, maar ik kende ze goed. En ik kon niet meer herkennen wie was. En op het dak van het huis waar Nico Wallewijn woonde, daar zat altijd een merel en die zat luidkeels te zingen. Ondanks dat die jongen omgebracht is.